Ja, ik vraag wel een nieuw pak aan u, Pie. Ja, dat is prima. Ik wil hier nu heel graag doorheen. Ga maar. No fucking way. Je bent toch de kabouter? Ja? De kabouter mag door het poortje, ja. Huppie. Ja. Ga dan door het poortje. Oh, flik op. Kleintje, Ukkie. Ja, ga dan. Oh, daar heb je me mee. Ik wil heel graag met je door. Oh, dus hij mag mij niet pakken op jouw grote lichaam. Maar je mag wel een keer de kabouter noemen. Onderscheid. Waarin ligt dan dat onderscheid? Jaap, waarin ligt dat onderscheid dan? Hij mag niet zeggen over jouw omvang of lengte, maar jij wel over dat ik van zeg hem? Niet dat hij niks over mag zeggen. Ik zeg nee, dat ik me stoor en irriteer en dat ik er wat van zeg. En je doet vervolgens precies hetzelfde. Hmm? En als je ergens aan irriteert, dan is toch de bedoeling dat dat ophoudt of je voelt je graag geïrriteerd? Hmm. Je voelt je niet graag geïrriteerd? Nou, zoals u het vaak zegt, ik heb gewoon zin om te rennen. Ik probeer net door de keukengang heen te lopen, waarop ik minimaal 11 keer vriendelijk heb gevraagd. En ik heb vriendelijk gezegd dat de kabouter door het poortje mag. Ik wil heel graag conform de regels even weten hoe de gouden kooi hiermee omgaat. Dus daar wacht ik even op. Dankjewel. Je mag door het poortje, kabouter. Die is niet, die is het. Goedenavond, spreek me in. Oké, dankjewel. Nou goed, ik krijg het bericht morgen. Prima. Is het die of die? Ja, dank. Ik heb niet aangezegd. En daar komt eerst de officiële waarschuwing aan. Ja, dat sowieso. Maar even los daarvan, want dit was heel makkelijk, dankjewel. Nog heel even over de grapjes van je dikheid. Niet slim hoor, dit Jaap. Helemaal niet slim. Zullen we zien? Ja, het is want dit zat letterlijk in de regels. Ja, inderdaad. Maar ik was goed, maar dit was genoeg. Je mocht door mijn benen. Nogmaals, even los daarvan. Even over je dikheid. I don't care. Als ik je daar niet op mag pakken en het irriteert je, nou jammer dan. Dan gaan we lekker naar huis. Daarnaast... Ik blijf lekker bij jou. Wat zeg je? Ik ga je lekker knuffelen. Nou, niet al te lang meer. Nee, zeker niet al te lang meer. We zullen zien. Jeroen, neem ik wel van je over, ja. Ja. Nou, sommige dingen kan je niet overnemen. Ik heb hele goede knuffels hoor. Daar heb je echt niet zo'n groot lichaam voor nodig om goede knuffels uit te kunnen delen. Maar goed, Brian kwam net met een heel zinnig iets. En die zegt van, ja, wat is de mis? Nou goed, dan kun je dat lekker doen. Ik vind het prima. Ik heb hier genoeg sigaretten met heel nog van. Nou, dat was het stukje aan een officiële waarschuwing. Ik had het niet eens uit kunnen spreken, maar het ging inderdaad om dit te maken. Dit zou je tweede kunnen zijn, hè? Breek maar door dan. Waar ben je nou met je vette bek? Persoonlijke bezittingen? Dit is geen persoonlijke bezittingen. Oh nee? Nee, maar het gaat wel over voedingszaken en dergelijke. Ik wil er toch niet mee? Nee, je pakt hem van af. Nee, je pakt hem af en vervolgens druk je hem uit. Druk ik hem uit. Op een gemeenschappelijk bezit, namelijk het keukenblad. Weet je wat zo'n blad kost, Jaap? 1000 euro per strekkende meter. Maar het maakt mij een stuk dikblad. We hebben het echt niet slim bezig, jongen. Ja, doe nog lekker een servetje, hebben we zo ook nog brand. Ja, pas op. Maak het uit. En geen brand. In het water, weet je wel, vuur, water daarbij is uit. Nee, niet in het water. Maar goed, stuur maar lekker aan op je tweede officiële water. Ik wil niet dat je me aanraakt. Ik raak je niet aan. Je raakt me wel aan. Je raakt me aan. Je mag staan, maar jouw rug raakt mij aan. Je raakt me op dit moment aan. Dus pas op. Ja, pas op, ik hoek hem gewoon. Pas op, Wip. Ik wil niet dat je me aanraakt. Yeah. Ik vind alles prima. Je bent toch de held in de buitenwereld? Je bent toch zo'n held? Je bent toch zo'n agressief vechtersbaasje? Ik wil niet dat je me aanraakt. En op dit moment ik raak je me helemaal niet op dit moment is de contact met jij jouw lichaam. Jij ademt mijn zuurstof. Op. Zout op, jongen. Jij ademt mijn zuurstof. Ja, prima, maar je raakt me niet anders. Aan. Anders schop ik je gewoon net zo lang tot de blijf met je niks poten van me af. Blijf met je poten van me af. Als je nu niet je handen hebt, ga ik ook een telefoontje plegen. Doe maar. Dank je. Oeh, fysiek geweld. Nee, je mag mensen niet aanraken als ze dat niet willen. Jo, ik heb het dat heb ik al drie keer verteld vanavond. Nou, we zullen zien hoe het loopt. En goed, maar als je het met je mond af kunt, als je het met je mond niet af kunt en je vindt daarna nodig om met je vette lichaam over mensen heen te gaan, raak me niet aan. Als het jou stoort, moment, doe ik het hartstikke graag, Huub. Op dit moment raak ik me aan. Als het jou stoort, dan blijf ik voortaan altijd zo staan. Dat is prima. Heel de dag. Ik raadelijk verzoek om het niet te doen met... Zo. Oh, ga je me slaan? Nee, dat zou je wel willen, hè? Ga je me slaan? Nee, dan ga ik naar huis. Hé, je moet dus niet blijven van, dat is 600 euro, hè? En je blijft... Oh, wat deed jij bij mij dan? Wat deed jij bij mij dan? Pak hem dan. Pak hem dan. Oeh, een beetje rook in mijn gezicht. Oeh, pak hem dan, vet varken. Oh, ik ga dood. Pak hem dan. Joh, ben ik een vet varken? Pak hem dan. Dat wist ik nu niet, hè. Kaboutertje. Pak hem dan. Pak hem dan. Kom maar, brand me maar. Nee, pak hem maar. Je wou hem toch pakken? Doe dan. Pak hem dan. Ah.
Ja, dat is je eigen gezicht, vriend. Au. Dat is je eigen fucking gezicht. Dat is geweld. Oh, laat me zien. In slow motion. Jij gaat met je gezicht er naartoe. Pak hem dan. Pak hem dan. Ja, met één poten twee. Wil je met je poten van me afblijven, ja? Hey. Ja, wat eet? Fysiek geweld. Nee, dat is afwering. Ga maar bellen. Dan moet je hem niet aanraken. Oh, joh, ik doe mijn telefoon. Als ik die uit wil zetten, zet ik hem toch uit? Ik hoor hem echt waar. Ik vind het gezellig. Gezicht timmen, die vuile fysieke. Ja, je gaat met mijn gezicht timmen, hè, kabouter. Ja. Doe dan. Wil je zien? Hier. Hier, ik word klein voor je. Kaboutertje, kaboutertje. Doe dan. Echt? Hier. Oh, ik ben Huub de kabouter. Ik ben Huub de kabouter. Oeh. Oeh. Nou, dat is mij wel een officiële waarschuwing waard. Officiële waarschuwing? Ik vind het prima. Woehoe. Van de week weer dit spelletje. En Huub is... gone. Nou, is dat leven of niet leven? Ai. Heeft hij al gedaan? Huub deed een sigaret tegen me uit. Ten derde, Huub gooit de klas over, maar ik ook klas die niet. Dus daar, klaar! Oeh, maak mijn borst maar nat. Kijk eens, nee, borsten. Borsten. Mijn grote, lekker. Als je mijn kwam doet, dan goed. Ja, ik zou me een beetje gedijst houden nu. Is dat zo? Ja, er zijn twee waarschuwingen naar je uitgegaan op het moment. Heel veel mensen heel blij zijn. Als Huub mij tikt. Met Erik. Tik je niet. Die Erik grin ik je niet. Ik tik me niet. Ik ga je niet tikken. Ik ga buiten in de kroeg. Ik ga je niet tikken. Ik ga buiten, buiten. En nu zout je op. Nee, dit wordt hier door... Je bent personeel aan het belimmeren in hun werk. Weet je, echt heel stom bezig nu. Nee, vertel. Jij bent een stomme... Ga even in de private zitten. Ja. En daar mag je niet komen, want het heet een private als er iemand een telefoontje pleegt, ja? Hier. Lekker. Je bent helemaal nat, man. Ja. Drink gooien of zeg maar zo. En jij per twee morgen. Ik denk dat het anders gaat lopen. Ik denk het niet. Nou, ik ben heel erg overbel. Hé, jij duwt me met mijn kopje tegenaan. Nee, ik duw je niet. Jij duwt mij opzij. Faggot. Jij duwt mij opzij. De tweede. Omdat jij mijn telefoon... Hier. Ja, ik heb... Ten derde was daar. Een sigaret. Jongen, jullie met z'n tweeën. Ik ben met z'n tweeën. En Huub is Huub. Huub en Erik. Jaap. 1, 2, 3. 3-2, jullie leggen het af. Oh ja? Ik leef nog steeds, jongen. Tuurlijk leef jij nog steeds. En dan gaat weer mijn peuk. Ja. Ja joh, steek lekker Brian zijn zooi in de hengst. Doe ook nog even iemand persoonlijke bezittingen vernielen wat niet meer mag. Oké, dat is wel maar minder. Ik zal voor je schoonmaken. Ja. Nou, ik heb een officiële waarschuwing. Waarvoor? Nee! Dat moet niet aan. Hoe motor! Jij hebt twee morgen, ja? Ja, een twee officiële waarschuwing. Ik denk dat ik al was gebeld. Nee, een officiële lezing. Ik heb een officiële waarschuwing. En ze zijn nu al aan het kijken wat ze over jou gaan doen. We zullen zien. Nou, ik ben blij met mijn ene officiële waarschuwing. Ik denk dat ik heel passief ga worden met de officiële waarschuwing. Ik denk dat die er niet komt. Hoe dan niet? Je zou willen dat je er wat over te zeggen had. Sterker nog, sommige mensen zijn in de uitzending en krijgen daarom ook officiële waarschuwingen. Zullen zien. Maar goed, even inhoudelijk. Nee, niks inhoudelijk. Nee, ook niks inhoudelijks met jou bespreken, dat is überhaupt niet mogelijk. Maar, sowieso één ding, er mogen niet mensen aangehaakt worden. Ik sta toch alleen naast je. Dat is prima. Nee, je duwt tegen je baan nu.
Nee, nog niet. Nee, dat deed je net wel. Nou, ik heb een aantal dingetjes in mijn hoofd die ik eens ga navragen. Nou, doe dat. En als het zo zit, pak de telefoon, je weet er wie werkt. Wordt het heel gezellig hier de komende tijd. Goed zo, jongen. Heel gezellig.